Zeker een toestelletje dat ik zelf ook in huis ga halen. Het nieuwe jaar is goed van start gegaan en aan het begin van het nieuwe jaar is het ook goed om je doelstellingen te bepalen, om te kijken welke richting je uit wil en wat je in je leven of in dat jaar wil bereiken. Nu, dat is niet altijd gemakkelijk en daarom heb ik Christel Oudenaert uitgenodigd, want zij doet dat soms ook aan de hand van een moodboard en ze vraagt de hulp van de engelen. Dag Christel. Hallo Cynthia. Een engeltje dan voor mij. Oh, woelie. Ja, engelen, als mensen daarover praten, dan meer dat ze aan iets religieus te denken. Dat komt uit de Bijbel en bij Jezus en God. Maar er wordt gezegd, of jullie geloven heel erg sterk in de aanwezigheid van engelen hier op aarde. Ja, dat klopt. Er zijn in bepaalde godsdiensten wel duizenden soorten engelen, zal ik zeggen. Ik roep altijd met een engel Michael op, omdat Michael die zorgt ervoor dat je rust krijgt, die beschermt u ook heel, heel goed. Dus dat is mijn engel die ik meestal roep. Als je dat natuurlijk gaat uitdagen aan mensen, ja, dan gaat het natuurlijk weer zo van, oh, dat is weer een spookachtig iets, hè? Terwijl dat wel iets heel moois is. Heb ik al engelen gezien? Ja, natuurlijk, want er zit er eentje voor mij. Ja, nee. Maar ik voel ze wel. Ja. Dat is heel raar. Soms denk je van, ik ga ergens iets doen, ik ga ergens iets ondernemen. En dit is bijvoorbeeld heel spannend, dan vraag ik altijd van, engelen, help mij even. En dan word ik altijd zo heel rustig van. En anderen noemen dat beschermengelen. Beschermengelen bijvoorbeeld een overleden iemand, die eigenlijk altijd kort bij jou staat. Dat kan ook, ja. Je hebt ook engelenroepers. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld aan de hand van een juweeltje wat je draagt, dat je dan de engelen, daar zit dan zo een belletje. Ik heb er zo eentje meegebracht. Dat draag ik meestal als ik een reiki-behandeling doe, dan zijn de engelen ook altijd bij mij. En nu doet dat niks, maar als er dan een engel in mijn buurt, ja, dan ga je misschien niet horen op tv, dan maakt daar zo, dan zit dan een klein belletje in en dan wil dat zeggen van, alles komt goed, de engel is bij u. En de engelen geven ook tekens. En hoe heb je dat dan ontdekt? Dat het engelen zijn, wat je voelde of wat je zag? Ja, hoe heb ik dat ontdekt? Ik ben dan naar een spirituele school gegaan. Daar heb ik al een andere aflevering zo ooit gezegd over die reiki. En als je spiritueel bezig bent, altijd in de spirituele wereld, komen die engelen altijd terug. En dan voelde ik zo ergens iets en dan zeiden ze tegen mij, ja, maar dat is die engel wat je voelt. Of dat is een energie die je voelt. En eigenlijk een energie is ook wel een soort engel. Want dat is voor mij iets heel moois, iets wit, iets wat warmte voelt. En dan dacht ik, heb ik me daar, want hoe meer dat je met de engel, en boeken lezen natuurlijk, heel veel boeken gelezen. En als je dan, hoe meer dat je daarmee bezig bent, hoe meer antwoorden je krijgt en hoe meer dat je dat ook voelt. Ja. Want ze zijn heel dankbaar en ze zijn er, je moet gewoon je vragen stellen en ze laten het ook wel echt voelen. Ja. Dus als jij dan nu bijvoorbeeld, het is een soort training, thuis mee gaat beginnen, dan ga je iets zeggen, dat is wel toeval. De tweede keer is het ook toeval. De derde keer denk je, het is precies geen toeval meer. Ja, dat zijn die tekens waar je het dan net over had. Welke tekens kunnen ze dan geven? Gelijk nu, in het weekend was ik ook een klein beetje gestrest. Natuurlijk, ik heb dat ook wel eens. Hè. En dan vind ik, dan kom ik altijd tot rust in het bos. En in dat bos, er waren in de verste verte geen vogels te zien. Geen andere diertjes, want het was eigenlijk redelijk miserig. En ik dacht van, hoe gaat het met deze week, want het is zo'n stressige week, hoe ga ik dat nu wel allemaal gaan, en gaat dat wel allemaal goed gaan, en welke beslissingen moet ik nemen, hoe moet ik het doen? En ik was gewoon aan het wandelen in de modder, en ik zag daar gewoon een wit veertje liggen, en toen dacht ik, oh dank u, want dat is een teken voor mij van te zeggen van, maak het niet zo druk, laat het gewoon komen, het komt allemaal goed. Ja. Maar ik hoorde mensen nu thuis al zeggen, ja, dan kunnen ze alles oplossen, dan word ik stinkend rijk, ik word nooit ziek, ik genees van alles. Is het dat of? Je moet ook natuurlijk nuchter. Want als ik nu morgen ga zeggen, ik wil de lotto winnen en ik ga daar miljoenen winnen, dat is niet zo. Daar zijn ze ook niet zo dankbaar van. Maar bijvoorbeeld dingen die u bezighouden, ja,
kanker is natuurlijk ja, een heel jammere ziekte. En je kunt er misschien ook wel, ik hoop het natuurlijk dat je ervan kunt genezen, maar dat is iets wat buiten ons om is. Daar heb ik geen antwoorden voor. Nee, nee. Maar het is wel zo van, gaat je beslissen, wat moet ik doen in mijn leven? Ik zit op zo'n twee, moet ik die weg op gaan of moet ik die weg op gaan? Daar kunnen ze u mee helpen. Ja. En daar vind ik ook mijn antwoorden ja. mee. En daarvoor gebruik je dan ook kaarten, want het is niet alleen een tekent, maar ja. je gebruikt ook engelenkaarten. Ja, ik gebruik engelenkaarten. Ik heb hier bijvoorbeeld, dit gebruik ik heel graag. En dan geven ze vraag raad aan de engelen. Die kaarten, die schud ik dan. Mm-hmm. Ik maak die dan zuiver, want als dan die persoon die vast heeft gehad en dan die persoon, wil je zijn kaartje trekken? Ja. En moet ik dan iets... Ja, je kan een vraag stellen, ja. maar je moet de vraag zo specifiek mogelijk stellen. Want je kunt honderdduizenden vragen stellen, maar als je ze niet specifiek stelt, kunnen ze ook niet antwoorden. Mm-hmm. Want dat doen ze ook. Je moet echt durven vragen en zo specifiek mogelijk. En kan dat hier in zo'n studio waar heel veel natuurlijk... Normaal is het wel natuurlijk beter dat je een rookstokje aandoet, dat je een kaarsje aandoet, dat je in stilte bent, dat je eigenlijk gaat mediteren. Hoe meer dat, hoe minder prikkels dat er zijn, hoe beter het is. Maar dan stel ik me soms de vraag, als je naar een spirituele beurs gaat, dan zijn ook allemaal energieën. Dus het is een klein beetje zo, je moet tot jezelf komen en een klein beetje openstaan. Okay, dus ik stel nu een vraag in mijn gedachten. In gedachten. Mag ik niet hardop doen? Je mag het van mij ook hardop doen, als je dat mag. Je mag het ook in binnen doen. Ik zal want we gaan zelf nog een boek openslaan. Ja, ik ga nu gewoon eens even heel diep. Moeilijk, hè? Ja, dus dat moet ik niet pakken. Ja, je moet eigenlijk zo tot rust komen. Je moet het in je rechterhand leggen, je linkerhand erop. Ja. Even misschien je ogen even dicht doen. Vraag stellen. En je voelt dat wanneer je een kaartje kan geven. Dan geef je mij maar een kaartje. Ja, dat is wel heel raar nu, hè? Dan voor TV nog. Ja. Oké. Vergeving. Laat het verleden los. Maak je hart en geest vrij door te vergeven. Dat is het antwoord op het vraagje wat je gesteld hebt. Mm-hmm. Een voorbeeld. Okay. En meestal zeg ik dan, want weet je wat, we gaan een kaartje zetten, we gaan er een kaartje mee branden, want ik hoef die vraag niet te weten. Jij weet die vraag en dat is jouw antwoord. Okay, goed. En dan ga je daar ook een antwoord of de genezing gaat al nu van start. Okay. Ja. En dan is er dat antwoordenboek. En, dat ook een heel leuk boek. Ja, wat staat er dan allemaal in? Wat er allemaal in staat, want dat is niet een boek wat je zo kan lezen. Het is de bedoeling dat je weer een vraag stelt. En het boek geeft jou, of de engelen geven jou een antwoord op een andere vraag. Ja. Dus je gaat ook weer in stilte, je gaat tot jezelf komen. Je doet het boek open en dat is jouw antwoord. Dus nu zal ik een vraag hardop zeggen. Hè? Of we nog vele leuke afleveringen gaan maken van My Beautiful Life. Dan zegt hij zo, kom aan, hè, engelen. Hopla. Wacht later. Maar we gaan zeggen, wacht tot na deze uitzending, dan gaat het fantastisch zijn. Je moet gewoon geduld hebben, dat komt allemaal. Ja, geduld is natuurlijk heel veel. Je moet ook, dat zeggen ze ook, want wat kennen ze niet? Tijd. Tijd kennen ze niet. Ja, dat is wel een leuke. En nu denk ik ja. En welke nu? Ja. Ja, voilà. Dus ja, heel goed. Soms zijn ze dan heel concrete antwoorden. Ja. Ja. Over een jaar is het niet belangrijk meer. Probeer een minder voor de hand liggende oplossing. Het is zeker. Wees bereid om het eens anders te doen. Ja. Het is een goed moment voor een nieuwe plan. Dus dan geven ze echt wel concrete... Ja, engelen hebben ook nooit niks slechts met u voor. Nee. Dus engelen, stel nu dat je een engelenreading gaat doen met allemaal kaarten, want dan moet je echt wel, dat kan niet zomaar. Die gaan nooit niet zeggen van, je gaat sterven binnen 2 jaar. Of je gaat dit tegen. Het is eigenlijk altijd positief. Er is altijd, een engel is ook iets wat positief is. Ja. Dus je gaat nooit niks slechts zeggen. En als je dan daar straks zei, van het kan zijn dat het een overleden persoon is, dus ja, dan denk ik natuurlijk mijn grootouders of zo. Die kijken neer naar jou en die geven jou soms een duwtje in de rug. Of die gaan jou beschermen dat bijvoorbeeld andere bepaalde prikkels negatief worden gedraaid. Ik weet niet of dat is soms zo'n beetje een rare uitleg of. En is dat van meteen als ze gestorven zijn dat ze bij jou kunnen zijn? Nee, of nee? Dat heeft even tijd nodig. Ja. Dat heeft even tijd nodig. Maar ja, kan daar ook weer dan zeggen mensen, ja, dan heb ik nooit geen tegenslag meer. Nee, dat klopt ook niet. Want soms luister je niet. Hmm.
soms zie, ben je blind voor die dingen en dan denk je van, soms heb ik ook wel eens een beslissing genomen. Ik toch, ik zal babbelen voor mezelf en dan denk ik, oh, ik had dat beter zo niet gedaan, ik had beter toch dat gedaan. Uw weg is toch uitgestippeld, maar soms pak je links of soms neemt je rechts. En het is eigenlijk beter dat je recht doorneemt. Nee. En dan moet je die dingen gewoon weg ondervinden. Ja. En soms moet je ook al zelfs tegen de muur lopen om eruit te leren. Mm-hmm. Want uit het leven leren is natuurlijk heel mooi. Ja. En we willen natuurlijk allemaal zoveel mogelijk en gelukkig zijn. Nu zo aan het begin van het jaar is dat leuk om dat even op papier neer te zetten. En jij werkt met moodboards. Ja, ik vind een moodboard heel leuk. Ik heb er hier eentje wat ik heb laten maken en wat is heel leuk. En hoe begint je aan een moodboard? Deze persoon heeft een gouden achtergrond genomen en je pakt gewoon een kaarsje en je gaat even mediteren en je gaat even nadenken, wat wil ik eigenlijk veranderen? Mm-hmm. Dus zij heeft gekozen voor, ik wil zelf zorgen voor mezelf. Dat heeft ze dan uit een tijdschrift gepakt en getrokken en dan kun je beginnen gewoon te plakken. Ze wil rijden met een cabrio. Die lotto, ja, dat is niet specifiek, hè, want als je 5 euro wint, dan is het maar is het ook gewonnen natuurlijk. Hè. Wilt graag op vakantie gaan, wilt graag een vakantiehuis en ik weet niet wat hier... Happy all the way. Ja, happy all the way. Dat vind ik wel echt een heel mooi. Hè. Happy all the way. Ja. Dus en als je dat doet, heb je eigenlijk gezegd dat je dit eigenlijk allemaal wilt, dat je daar eigenlijk wilt aan werken, dat je hiervoor wilt werken. Mm. Want wat is niet mooier dan werken aan jezelf? Ja. Want iemand die zegt die niet werkt aan zichzelf... Ja, maar een paar specifieke doelen ook. Ja, voilà. En wat moet je dan doen om het te onthouden? Dat je niet natuurlijk naar het linkse pad gaat of naar het rechtse pad, dat je niet wilt altijd negatief zijn, is eigenlijk ophangen dat je... Telkens er wordt aan herinnerd van, hey, ik moet gelukkig zijn, ik wil gelukkig zijn. Mm. Ik wil gelukkig zijn over een vlindertje wat ik zie, of ik wil gelukkig zijn over een veertje wat ik zie, over de kleine dingen. Ja. En dat dan samen met die engelen. En dat dan samen met die engelen. Je antwoorden geven. Ja. En dank u zeggen. Hè. Engelen horen ook heel graag dat je dank u zegt. Mm. Als ik dat allemaal hoor, ik heb ooit eens een secret gelezen, dat komt wel veel uit terug ook. Ja, al die spirituele dingen, als je een boek leest, er komen heel veel dingen terug. De basis. Zeg zelf, als je positief denkt, dat zit in die draai, dan komen er ook meestal positieve dingen naar je toe. Ja. En het is nu natuurlijk de kunst van iets negatiefs, iets positiefs te maken. Hè? Ja. Een situatie. Hè? Ja, oké. Ja, we kunnen het er gewoon over bezig blijven. Dus ik vind het alleszins heel boeiend. Ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen daar open voor staat, natuurlijk. Nee, maar goed, als mensen wel meer info willen, waar vinden ze jou? Je kan kijken op mijn website, www.bloedsaag.be. Heb je iets persoonlijk, dan kan je ook een mailtje sturen naar info@bloedsaag.be. En mijn naam is Christel Oudenaert en ik help jou heel graag. Super, dankjewel Christel voor je komst naar de studio en heel veel succes nog met al jouw engelen. En jullie thuis ook, misschien heb je ook wel een engel bij je die je af en toe eens wat positieve energie doorstuurt. Alleszins, fijn dat je gekeken hebt naar deze My Beautiful Life en heel graag tot de volgende keer.